In fase 1 van de proef van Franklin laten we water opwarmen tot aan zijn kookpunt in een kolf afgesloten met een kraantje, maar het kraantje staat open, zodat de stoom die zal vormen bij het koken kan ontsnappen. Proberen goed te kijken hoe het kookverschijnsel begint. Met het blote oog, en misschien ook op het filmpje, zie je al hele kleine belletjes die opstijgen. Die worden nu wat groter. En dan duurt het niet lang voor we als echt kookverschijnsel zijn aanbeland. We zien ook dat de eerst gevormde stoom de neiging heeft om te condenseren op de rand van de glazen kolf, want die is dan nog koud, maar die is nu ook warm aan het worden. En belangrijk voor deze proef, bovenaan ontsnapt de stoom. En dat moeten we nu een tijdje laten gebeuren. Belangrijk is dat de stoom, de damp, dat is een synoniem, stoom en damp, dat die stoom de lucht die er juist in de kolf zat meeneemt en eruit duwt, zodat ze biedt, als dat gedurende een vijftal minuutjes goed aan het doorkoken is, dat er zich in de kolf alleen nog damp bevindt en geen lucht. In stap 2 van de proef is dat hier gedurende een aantal minuten goed aan het stomen en gaan we twee dingetjes tezamen doen. Ik zet het stopje hier dicht en ik stop met verwarmen. En één belangrijk ding dat ons moet opvallen is dat ondanks het feit dat ik niet meer aan het verwarmen ben, blijft het water in de kolf koken. En mocht je thuis al eens ooit het vuur hebben afgezet tijdens het koken, dan zou je gemerkt hebben dat dat eigenlijk onmiddellijk stopt. Dus dat is al een beetje bijzonder. In stap 2 draaien we de kolf om. En gaan we het volgende doen. We zien nog steeds een licht kookverschijnsel. Ja. Je zou denken, komt er geen lucht in de kolf, maar mocht dat zo zijn, zou er hier onder water uitkomen. Dus dat is niet het geval, dat is echt koken. En ik heb hier een pot koud water. En goed kijken wat er gebeurt in de kolf als ik er koud water over heb. Dan verhevigt het kookverschijnsel. Wat raar is, als je ergens koud water overkapt, dat het koken dan juist heftiger wordt. En we kunnen dat een hele tijd volhouden. Door het overgieten van koud water
wordt ook dat water in die kolf kouder. Nu is dat nog warm, maar ik kan er met mijn handen aankomen, dus zo warm kan het niet meer zijn. Dat betekent dus dat wij hier water hebben van pakweg 50, 40 graden, dat toch heftig is aan het koken. Extra koud water, ondertussen is het water zelfs amper nog warm te noemen. Toch is het nog steeds heftig aan het koken. En de oplossing van dat mysterie zit in het volgende. En dat gaan we in de laatste fase zien. Ik doe het buisje onderaan onder water. En als ik nu het kraantje opendraai, goed kijken wat er in de kolf gebeurt. Dan wordt het water in de kolf geduwd door de luchtdruk, wat betekent dat de druk boven de vloeistof in die buis, in die damp, heel, heel laag was geworden.